Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik spruitjes uitplanten. Ja, dat klopt. Ik ga spruitjes uitplanten. Ik heb er 6 voor gezaaid, nou meer. Ik heb er een stuk of 15 voor gezaaid volgens mij, veel te veel. En ik gebruik er eigenlijk maar 6, maar beter veel dan te weinig. Dus ik doe het in de bak van waar de aardappels gezeten hebben. Die zitten nu een tijdje uit natuurlijk. En ik heb een klein beetje compost, een laag compost heb ik over de bak heen gedaan. Omdat koolsoorten, bloemkool, weet ik het, spruitjes en zo, die houden van veel, veel mest. Dus ik heb compost gedaan en ik ga zo meteen ook nog een paar korrels doen. Koolmestkorrels. En ik laat ook even zien hoe ik dat doe. Ik begin even bij de eerste. Kijk, dit is dus de bak waar ik het in ga doen. Ik heb hier de plantjes dus staan. Ik doe er 6, dus eentje hier, eentje daar, eentje daar. En dan hier zo, het worden best wel grote planten. Dus ik begin met een gat scheppen. Ik ga er niet te veel compost en zo doorheen gooien, omdat ik dat al gedaan heb. Maar ik wil even een beetje aan jullie laten zien. Ja, ik doe nu niet heel veel. Kijk, je kan eigenlijk gewoon, als je het nog niet gedaan hebt. Ik heb nu een half scheppie. Maar als je het nog niet, ja, dan iets meer. Als je nog helemaal niet bemest hebt, dan kan je denk ik een dikke schep per plant gaat erin doen. Ik heb ook koolmestkool. Ik ga het even zien hoe het doet. Zo'n hele zak. Hier. Dat is dit. Zie je? Gekke kools. En die doe je er eigenlijk doorheen. Ik doe ook niet te veel. En dat plant gaat dat mixen dan even een beetje met die korrels en het compost. Dan haal ik dat plantje uit het potje en plaats hem er dan mooi in. Plant ietsje dieper, zodat hij mooi in de grond staat. En dat was het dan wel eigenlijk. En dan heb ik 1 plantje in de bak gedaan. En ik ga even de rest planten. En het belangrijkste vraagje natuurlijk al. Water geven. Ik doe het met een iets kleiner gietje, omdat het nog kleine plantjes zijn. En met zo'n volle grote gieter kunnen ze misschien beschadigd worden. Dus daarom de kleine gieter. Dat was het alweer voor deze video. Een best eenvoudige video. Alleen planten en een beetje compost en mensen voegen, dus daar weten jullie eigenlijk ook een beetje hoe je dat moet doen. Maar het is vooral bij koolplanten, dus spruit, wat ik net zei, spruit, bloemkool, weet ik het, palmkool en zo. Al die koolsoorten die hebben graag veel mest. Dus ja, dat is, en op een gegeven moment kan je ook een beetje bijmesten. Dus wanneer ze, ik weet niet, zo groot zijn ongeveer en gewoon stevige planten, dan kan je een klein beetje compost eromheen doen. En als je water geeft, dan gaat die voeding toch naar beneden. En met mest is het precies hetzelfde met die korrels die ik heb. Je hebt ook vloeibare mest. Maar ik vind die korrels eigenlijk perfect. Maar vond je deze video leuk? Vergeet dan niet te liken en te abonneren. Klik dan ook nog even op het belletje om op de hoogte te blijven van de nieuwe video. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video.